hier nog geen aanpassing gemaakt in het najaar. Dat gaan we dan nu gelijk doen. Ik zie al veel jonge bijen, dus ze hebben zeker broeds. Raam met een kilootje voer. Een mooi geel raam. Die kan ik wel eens dadelijk als virtueel sluitblok gebruiken. Veel stuifmeel. Nog geen broeds. Bijen zien er gezond uit. Het raam ziet er niet zo mooi uit. En ja, hier zie ik inderdaad alweer broeds. Prachtig raam met broeds. Helemaal vol. Je eitjes, larfjes, liggen goed in het sap. Ja, zwemmen in het sap. Dus dat is prima. Dus hier komt mijn sluitblok. Dan ga ik aan de andere kant verder. Want dit is natuurlijk dan ook allemaal broed. Dus ga ik aan deze kant kijken waar het broednest begint. Het is eigenlijk net iets te koud om in de bijen te werken. Ja. Ik heb het niet altijd voor het kiezen. Dat is een mooi raam. Die brengen we hier naartoe. Dan denk ik dat ik er eigenlijk al ben. Ja. Ja, hier zien we eitjes. Eigenlijk jammer, want het is een lelijk raam. Dan gebruik ik dit als mijn eerste raam van het broednest. Nou, dit raam heb ik nog niet gezien, maar geloof ik ook. Ja hoor, helemaal vol met broed. Dus dit is echt een uitstekend volk. 1, 2, 3 volle ramen met broed. En dit raam was ook nog vol met broed. Dus eigenlijk 4 ramen met al zeker 80% broed. En 1 raam met, ik denk, 25% broed. Dus dit is uitstekend volk. Met mogelijk wat weinig voer. Ja, is, nou ja, ik denk weer 1,3 of 1,4 kilo. Echt veel te weinig. Naar mijn smaak. Dus die krijgen gelijk een dubbel pak voer. Zal ik zo even laten zien hoe ik dat doe. Want ik wil hier eigenlijk gewoon de komende 2 weken niet in kijken. Dan zitten al deze 5 ramen, nou, denk ik redelijk vol. En dan zitten we tegen april aan. En dan, dan krijgen we ook de dracht. Dus dan kunnen de voerramen eruit. Dan kan de honingkamer erop. Dat is nu allemaal nog veel te vroeg. Ik ga ze nu nog echt stimuleren om gezonde bijen op te kweken.